Hey, jij daar. En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe review van de enige echte Randy's fucking beerblog. En het is natuurlijk bijna Pasen, hè? Einde van de maand is het alweer Pasen. Doe jij veel met Pasen? Ik heb er persoonlijk niet zoveel mee, maar ja, het is wel leuk om een paasbiertje daarbij te reviewen dan natuurlijk. Van Dutch Bargain, waar ik toevallig wel eens een bijpassende glas van heb ook gewoon. De heideroosjes, ja, dat vind ik gewoon leuk. Gewoon leuk, ja, dat viel me gelijk op, zeg maar. Ze smelten de paashaas. Imperial Easter Bunny Chocolate Stout met 10% en alcoholen. Ja. Leuke fles ook. Ik heb me gelijk een grote fles gepakt. Dat stond ook in blikjes. Die wilde ik eigenlijk eerst pakken, maar die plakte allemaal als een neet, joh. Dus ik denk, nou, dan maar gewoon een grote fles. Zou hoogstwaarschijnlijk ook wel lekker zijn. Ik hoop dat de chocoladesmaak hierin vergelijkbaar zou kunnen zijn met die dubbel van, zeg het eens, die special die de Aldi toen had met de molen. Ja, met de molen. Want die was best wel goed gelukt. Daar hadden ze een chocoladeletter doorheen gedaan. En hier, ja, een gesmolten paashaas, denk ik. Tenminste, daar ga ik dan vanuit, hè. Dat wil ik proeven. Ik wil die paashaas proeven. Want anders kan je net zo goed, ja, geen paasbier of paashaasbier noemen. Hè? Nee, vind ik niet kunnen. Als de paashaas opstaat, dan moet er ook nog een paashaas smaken. Anders, ja, anders ben ik zo weg. Kijk hoor. Als deze eruit wil komen, dan. Nou. Nou, momentje, ik ga hem even pauzeren. En just like magic is die gewoon er opeens af. Ja. Yatatirata. Oh. Ja, jongens. Jongens en meisjes. Ziet er goed uit. Of niet dan? Deze moet even groter op. Nou ja. Gewoon zo. Deze even. Ja, ik moet even dat thumbnail momentje doen. Dat hoort er gewoon bij. Ja, zeker. Nou, de aroma's zijn dus waarschijnlijk chocola. Hopelijk. Oh, dat is wel interessant. In het aroma ruikt hij. Nou, het is natuurlijk het is een Imperial Stout. Maar hij ruikt naar een porter in ieder geval. Wel een vleugje chocolade. Maar niet zoals bij die van de molen, zeg maar. Die choco en letter. Daar kwam het echt heel erg tegemoet in de neus. Nou ja, ben benieuwd wat de smaak gaat doen in ieder geval. Cheerio's. Goed bitter ook. Zo. Een beetje dun mondgevoel, dat wel. Zo, het smaakt meer naar een porter. Het smaakt eerder naar een 7% bier in plaats van naar een 10% bier, vind ik persoonlijk. In ieder geval, er is veel hop in gebruikt. Echt super lekker bitter is deze. Dat vind ik er wel lekker aan. Blijft super lang hangen. Maar zeker met een vleugje chocolade. Maar ik proef persoonlijk meer bittere koffie. In plaats van bittere cacao. Ook wel hoor. Maar meer die koffie. Maar je haalt die paashaas er wel uit. Je haalt hem er wel uit. Maar voor mij had het nog iets meer op de voorgrond mogen liggen. Iets meer chocolate. Maar ik vind dit ook interessant, met die lekkere bittere finish, die echt lang blijft hangen, wat ik al zei. Ja, ook iets kruidigs. Het is ook iets kruidigs door de soorten hop. Gebrande mout proef ik er ook wel in. Ik vind hem wel geslaagd, maar er had meer chocolade in gemogen. Voor mij wel, voor mij persoonlijk. Ik ben een chocolate guy. Ik hou van chocola. Ja. Maar ik vind hem nog steeds super lekker, dus hij gaat sowieso niet laag eindigen.
Nee. Voor mij krijgt hij nog steeds een 7,5. Puur omdat hij zo lekkere afdronken heeft. Ja, echt wel lekker. Laat me zeker even weten wat jij van het bier vindt. En wat je van de Heideroosjes vindt natuurlijk ook. Hè? Dat kan allemaal op Remy's Bierblog. En ja, graag tot de volgende keer. Maar weer. Maar dat komt wel goed hopelijk. Duimpje omhoog. En als je nog geen abonnee bent. Jezus, waarom ben je nog geen abonnee? Ga je dat eens even afvragen. En daarna natuurlijk. Even abonneren, hè.